Welkom bij Klikproces met informatie voor betere rankings, meer bezoekers en een hogere omzet. Elke werkdag praktisch advies voor meer organische groei via SEO, CRO, YouTube en Voice. Dan heb ik hier nog een vraag van Bruh. Wat zijn de eigenschappen van een goede link? Goede vraag. We blijven even op de linkbuilding. In eerste instantie zou je, als je het echt in één zin of in één eigenschap wil pakken, zou je kunnen zeggen, een goede link is een link die je zou willen, ook als Google niet bestaat. Dat is het even heel simpel gezegd. Dus een link die bij je doelgroep terechtkomt, waar mensen potentieel ook op klikken om spullen te gaan kopen, of om offertes op te vragen of info te lezen. Dat is even heel simpel gezegd een goede link. Maar linkbuilding technisch, kan dat wel wat verder gaan. En dan moet je vooral gaan kijken naar wat is een goede link. Een link die geplaatst wordt op een website die al heel veel goede linken heeft. En dus een ultiem voorbeeld daarvan is Wikipedia bijvoorbeeld. Die weet ik voor hoeveel miljoen backlinks heeft. Dus daar moet je naar kijken. Een website die gewoon veel goede linken heeft. Het tweede is, krijgt die website ook daadwerkelijk bezoekers via Google binnen? Dat is om precies te zijn niet een vereiste van een goede link, maar wij hanteren het doorgaans om te zorgen dat je niet een link krijgt vanuit een PBN. Dat je niet iets wordt aangesmeerd, zeg maar. En het zorgt er ook voor dat die link op termijn zijn waarde blijft behouden. Als jij gewoon een link krijgt van een website die daadwerkelijk bezoekers krijgt, waar daadwerkelijk iets op gebeurt, waar een blogger of zo achter zit, dan zal die link nooit minder waard worden in de toekomst, omdat het gewoon een echte website is. Terwijl als je een link krijgt die wel goede waardes heeft qua linkje die je binnenkrijgt, maar waar geen bezoekers op komen, dan achten wij de kans groter, simpel gezegd, dat op termijn zo'n website zijn waarde gaat verliezen. Dus moet veel backlinken binnenkrijgen, moet organisch verkeer binnenkrijgen. Wij hanteren meestal, als je het bijvoorbeeld checkt via een tool als Ahrefs, dat het minimaal 500 bezoekers per maand is. Dat is een beetje ons cut-off point. Het derde is dat die link op een pagina geplaatst wordt die gerelateerd is aan jouw onderwerp. En dat is dus niet de hele website per se, want dat kan in de praktijk vaak niet. Maar bijvoorbeeld dat als jij een link wil naar, ik zie hier hondenkoekjes voor me liggen. Als jij een link wil hebben naar jouw hondenkoekjespagina, dan moet de pagina waar de link op komt enigszins gaan over honden, honden eten, hondenkoekjes. Als je die drie componenten hebt en die zo goed mogelijk of zo hoog mogelijk probeert te krijgen, dat zijn doorgaans de eigenschappen van een goede backlink.